Welkom terug in het vervolgfilmpje over de inleiding van de organische chemie. In het vorige filmpje hadden we gezien dat organische chemie vooral bestaat uit koolstofstructuren, waar dat een aantal H-atomen rond kunnen komen staan, en dat die koolstofstructuren van zich uit, omdat ze vier valentie-elektronen hebben, op zoek willen gaan naar vier elektronen dus. En ze gaan dat doen door die elektronen te delen met hun bindingspartners. Dat wil dus zeggen dat koolstof in principe oneindig lange ketens kan vormen met daaraan waterstoffen geplaatst. Nu, oneindig lang, zover gaan we in deze cursus niet gaan. Maar hier is wel een mooi voorbeeldje van een best lange koolstofketen. Vijf C-atomen op een rij geplaatst met op elk C-atoom voldoende waterstoffen om in totaal aan vier bindingen te geraken. Zoals ik in het vorige filmpje zei, als je tot vier kan tellen, dan kom je al ver in dit hoofdstuk. Want elk C-atoom heeft zo vier streepjes rondom zich staan. Heeft dus vier bindingen. Nu, in het verleden hebben jullie altijd geleerd van een structuurformule zodanig op te stellen dat je bij elk atoom gaat plaatsen hoe vaak het voorkomt. In dit hoofdstuk gaan we echter zien dat dat niet echt toereikend is. Want, laat ons die structuur hiernaast eens bekijken. Die linkse structuur die noemt pentaan. Hiernaast staat een stof die men noemt 2-methylbutaan. Klinkt als een ingewikkelde naam, maar daar ga je iets verder in de cursus eens goed mee lachen hoe eenvoudig die wel niet is. Het enige dat je moet weten nu, is dat die twee namen niet aan elkaar gelijk zijn, want zoals je aan de structuur ook al kan zien, dit zijn niet dezelfde stoffen. Als we echter gaan kijken hoeveel C-atomen er voorkomen in die rechtse stof, dan zijn dat er opnieuw 5. En als we gaan tellen hoeveel H-atomen er voorkomen, wel, ik tel er hier 1, 2, 4 van onder, dat worden er 6, nog eens 3, dat zijn er 9, en nog eens 3 hierboven, dat zijn er opnieuw 12. Dat is een probleem, want dat is dus met andere woorden dezelfde bruto-formule als dat je bij die pentaan terugvond. Vervelend, want, wat merk je op? Je mag de video gerust pauzeren om het even op te schrijven. Twee stoffen met dezelfde bruto-formule kunnen toch een andere structuur vertonen. Die bruto-formule is dus geen goede manier om een organische stof voor te stellen. Desondanks doen ze in het boek toch een oefening van de bruto-formule te verbinden met de juiste organische structuur. Gewoon om het nog eens even in de vingers te krijgen. Als we bijvoorbeeld naar die eerste gaan kijken, ik tel 3 C-atomen, dus met andere woorden, die middelste hier met 4 C-atomen, die kan ik al vergeten. 6 H-atomen er rond en 1 zuurstofatoom. De bruto-formule die hiermee overeenkomt is C3H6O. Kijken we naar die tweede stof, dan tel ik nu opnieuw 3 C-atomen. Er staan echter 8 H-atomen rond en 1 zuurstofatoom. Dus met andere woorden, dat is die buitenste C3H8O. En als we kijken naar die laatste, dat is wel goed van dan nog eens een keer terug op te rakelen, want veel mensen vergissen zich daar nog altijd in het begin van het schooljaar. Als hier staat CH3, als mini-bruto-formuletje, dan heeft dan hoort die enkel in bij dat H-atoom, niet bij dat C-atoom. Dus als we gaan tellen hoeveel C-atomen er voorkomen, dan is dat voor die linkse stof er eentje, of die eerste CH3, voor die tweede ook 1 C-atoom, er staat geen indexje bij die C, hier uiteraard geen bij die O, en dan bij CH3 zat ook maar eentje. Je hebt dus in totaal 3 C-atomen bij deze structuur staan. Als we echter het aantal H-atomen gaan bekijken bij die structuur, hier staat die index wel bij die H, dus ik tel er hier 3. Bij de volgende tel ik er hier 2. Bij die O tel ik er uiteraard geen, en bij die laatste tel ik er opnieuw 3. Hoeveel H-atomen zitten er in totaal in deze structuur dus? 8 stuks. Welke is diegene dat daarmee overeenkomt? Wel, 3 C-atomen, 8 H-atomen en uiteraard dat ene O-atoom. Weer een voorbeeldje van hoe één bruto-formule kan leiden tot meerdere structuurformules en waarom dat we die dus niet gaan gebruiken. Kijken we hier naar de onderste, dan tel ik hier 3 C-atomen, 6 H-atomen en 2 zuurstofatomen. Dit is dus met andere woorden de derde bruto-formule die daarmee overeenkomt. En tenslotte, die laatste is de enigste met 4 C-atomen. Dan kan ik al stoppen met tellen, met andere woorden. Dat is deze structuur die daar staat. Nu, hoe zit het dan met die structuurformule? Wel, in principe gaan we dit dus gebruiken. Een structuurformule is iets waar je eigenlijk bijna alles schrijft dat erin voorkomt.
Deze is dus een voorstelling van drie C-atomen op een rij, met op de derde een OH-groep, eentje die je misschien nog kent van vorig jaar als de alcoholgroep. En dan staat aan elk C-atoom twee H-atomen. Je kan het echter eenvoudiger doen. En dan spreekt men over een vereenvoudiging. Die vereenvoudiging, de tekst daarbij, heb ik hieronder geschreven. De afspraak is heel simpel. Als het een H-atoom is die aan een C-atoom vasthangt, dan ga je die niet schrijven. Die eerste oefening hier is dus ook om de vereenvoudiging te schrijven. En laat ons dat eens even doen voor die eerste structuur. We zien drie C-atomen op een rij staan. En op die derde C-atoom hangt een stikstof vast met daaraan twee H-atomen. Die H-atomen moet ik schrijven, want die hangen niet vast aan een C-atoom. Enkel de H-atomen die geschreven staan rondom het C-atoom, die moet ik niet schrijven. Dan mag ik gewoon streepjes schrijven die naar niets toe gaan. En zo heb ik toch behoorlijk al wat werk uitgespaard. Zeven letters die ik niet moet schrijven, waar dat die structuur zelfs met mijn muis online en thuis achter mijn bureau relatief makkelijk te schrijven is. Als we naar die volgende gaan zien, dan bestaat die uit vier C-atomen. Rond elk van die vier C-atomen, vergeet niet, koolstof gaat op zoek naar vier bindingspartners. Dat wil zeggen dat je hier nog drie H-atomen aan vastkrijgt. Hier nog twee, hier ook nog twee, want die had er al twee, en die laatste nog drie. En dan is die structuur heel erg snel getekend. Die structuurformule, als die vertakkingen vertoont, dan zie je dat ze zo af en toe een klein beetje awkward in hoeken moeten beginnen werken om dat te doen. Dat is allemaal niet nodig als je dat gaat vereenvoudigen. Wat krijg je hier? Drie C-atomen op een rij, hetgeen dat we hier zien staan, met dan op die middelste een vertakking van een C-atoom die naar beneden gaat. En dan kan je eenvoudigweg rond elk C-atoom het aantal streepjes dat je nog nodig hebt om dat te vervolledigen tot 4 er rond te zetten. En dan moet je dus ook niet aan die rare hoeken gaan werken, want dat is voor niks nodig. Een volgende manier om die te schrijven is de verkorte weergave. De verkorte weergave is een reeks mini-bruto-formuletjes per C-atoom. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Wel, dat is hetgeen dat we hier zien staan. We gaan dus per C-atoom een mini-bruto-formuletje vormen om dat weer te geven. Wat bedoel ik daarmee? Wel, ik schrijf mijn eerste C-atoom en ik merk op dat daaraan drie H-atomen vasthangen voordat ik aan mijn tweede C-atoom kom. Dus ik schrijf hier, dat is CH3. Het volgende C-atoom dat daaraan vasthangt, is er eentje waar dat er twee waterstofatomen aan vasthangen, dus CH2. En de laatste is er eentje, de CH3. En zo heb ik dus een reeks van mini-bruto-formuletjes. En hoe kleiner die bruto-formuletjes worden, hoe minder kans dat jij je gaat vergissen, als je tenminste een beetje een stevige basis hebt in chemie. Laat ons die volgende eens proberen. Je hebt één C-atoom. Wat hangt er vast aan dat C-atoom? Buiten een ander C-atoom uiteraard. Drie waterstoffen, dus CH3. Buiten dat andere C-atoom hangt aan het volgende C-atoom nog twee waterstoffen vast, dus ik schrijf CH2. Maar er hangt ook nog een OH-groep aan vast, die alcoholgroep die we daarnet al eens zijn tegengekomen. Dus hoe schrijven ze dat traditioneel op? C met daaraan twee H's en een OH-groep, CH2OH. En als we dan naar die laatste gaan kijken, hoe ziet die eruit? Wel, je hebt een C-atoom met de drie waterstoffen daar rond, dat in verbinding staat met een volgende C-atoom, waar slechts één zuurstofatoom aan vasthangt. Maar je merkt hier misschien wel iets opmerkelijk. Er staan twee streepjes tussen de C en de O. Dat wil zeggen dat er dus een dubbele verbinding bestaat tussen die twee atomen. Spijtig genoeg verdwijnt die in het niets in die mini-bruto-formule. Want als ik de andere aanvul, dan schrijf ik gewoon CH3. Die dubbele binding is dus nergens te zien in die middelste. Maar, zoals ik al zei, die verkorte weergave gaat ervan uit dat je wel genoeg op de hoogte bent van chemie om te weten dat een koolstofatoom vier bindingen nodig heeft. En dat dat dus niet anders kan dan dat die zuurstof er met een dubbele binding aan vasthangt, omdat die anders niet voldoende bindingen heeft om aan die octetstructuur te geraken. Dus die verkorte weergave is toch er eentje waar je al een klein beetje wakkerder bij moet zijn om te begrijpen in vergelijking met die vereenvoudigde weergave, want die was gewoon late haartjes weg. Om de cursus makkelijker te maken, werk ik ook wel een heel jaar door met die vereenvoudigde weergave, maar dat wil niet zeggen dat je die verkorte weergave niet zelf moet kunnen opstellen en kunnen interpreteren.
En dan de laatste manier om iets duidelijk te maken is de skeletnotatie. Nu, de skeletnotatie is spijtig genoeg een extreem lange tekst die ik hieronder heb bijgeschreven. Je mag de zin gerust even pauzeren, zodanig dat je deze notatie hieronder erbij kan schrijven. En dan mag je eventueel met een lange pijl werken om duidelijk te maken van kijk, dat ding dat staat hier. Nu, wat is dat? Dat is een zaagtandstructuur waarbij elk begin, midden en eindpunt een met waterstof volzet C-atoom is, tenzij er iets anders geschreven staat. Klinkt als een verschrikkelijke zin, dat is het ook, maar ik ga hem even uitleggen hieronder. Laat ons, of ik zal hierboven nemen. Hier staat een zaagtandstructuur. In andere woorden, dat volgt zo, zoals de tanden van een zaag, een kromming. En elk begin, midden of eindpunt is een C-atoom. Wat wil dus zeggen, ik heb hier één beginpunt, een middenpunt en een eindpunt. En nog een middenpunt. Hier op het einde staat iets geschreven. Dus dat is geen C-atoom. Laat ons die structuur even omvormen. Dan zie ik dus, ik heb mijn eerste C-atoom. Ik heb een tweede C-atoom. Ik heb een derde C-atoom. Alleen hangt er aan dat C-atoom nog een OH-groep op vast. En dat is het enige wat er opmerkelijk aan is. En dan is de rest elk C-atoom met waterstof volzet. Nu, ik heb al gezegd, als je tot 4 kunt tellen, dan kom je al ergens. Hier kunnen er dus nog 3 rond. Hier kunnen er nog 2 rond. En hier kunnen er ook nog 2 rond. En warumpel, dat is exact dezelfde voorstelling als degene die hier staat. Dat is een skeletnotatie. Laat ons dat ook eens proberen voor de volgende oefening. Kijk, hier heb je er 4 op rij. Als mijn blad dus nog maar, mijn pen nog maar het blad raakt, heb ik al een C-atoom getekend. En dan moet ik er een zaagtandstructuur van maken. Hoe doe ik dat? Nu, het zijn er 4 op een rij, dus tel even mee. 1, 2, 3 en 4. Is dat voor jou niet duidelijk, kan je altijd een iets dikkere bolletje zetten. Dit is een beginpunt, een middenpunt, nog een middenpunt en een eindpunt. 4 punten dus gecreëerd. Er staat nergens iets bijgeschreven, dus dat zijn allemaal C-atomen. De volgende waarover het hier gaat, zijn opnieuw 4 C-atomen op een rij. Hoe doe ik dat? Ik raak het blad, 1, 2 voor het volgende, 3 voor de volgende en 4 voor de volgende. Alleen moet ik nog duidelijk maken dat er aan die vierde een OH-groep hangt. Dus hoe doe ik dat? Ik maak nog een takje en ik schrijf erbij OH, zodanig dat dat geen C-atoom is. En guess what? Ik ben al klaar. Want, hoeveel punten hebben we hier gecreëerd? In principe, een eerste, een tweede, een derde en een vierde. Alleen op die vierde hangt een OH-groep. Dat valt ook hierop, want als we die twee structuren naast elkaar leggen, die zijn extreem vergelijkbaar met elkaar. Enkel die OH is belangrijk of bijzonder, en dat wordt heel duidelijk weergegeven in die skeletnotatie. Hoe doen we dan dit, zo'n vertakte structuur? Wel, ik merk hier 3 C-atomen op een rij. En hoe gaan 3 C-atomen op een rij eruit zien met zo'n zaagtandstructuur? Dat is gewoon zo'n hoedje. Waarom? Dit zijn dus, met andere woorden, 1, 2 en 3 C-atomen. Hoe maak ik nu duidelijk dat daar een vierde C-atoom bij zit en dat die vasthangt aan die tweede? Wel simpel. Gewoon één streepje naar boven zetten. En als ik dat gedaan heb, heb ik een nieuw eindpunt gecreëerd. En daar zit mijn vierde C-atoom. De definitie van een zaagtand van de skeletnotatie zegt dat die allemaal volzet zijn met H-atomen. Dus met andere woorden, dit C-atoom heeft maar één C-atoom ander in verbinding staan. Dus hier nog 3 waterstoffen. Deze middelste, die heeft er al 3, dus ik kan nog maar 1 waterstofje daaraan vasthangen. Deze heeft maar 1 streepje naar zich toe staan, dus hier kunnen er nog 3 rond. En die bovenste heeft er ook maar 1, dus er kunnen er nog 3 rond. Wat zijn dan die bruto-formules? Wel eenvoudig, we gaan die liefst niet gebruiken. Maar als we dat dan toch moeten doen, 4 C-atomen, 10 H-atomen. Hier ook 4 C-atomen, 10 H-atomen. Alleen is die zuurstof er nog bijgekomen, dus nog een O. En die laatste is ook weer C4, met dan 10 H-atomen er rond. Wederom datzelfde probleem dat ik hieronder nog eens een keer genoteerd heb. En jullie mogen de video ook pauzeren om dat erbij te schrijven. Die twee zijn hetzelfde, maar dat is helemaal niet dezelfde structuur. Vandaar dat dat een slechte notatie is. Dat was het voor deze video. Voor de volgende zien we elkaar graag nog terug. Tot dan!